Yo beste kijkers van de Kleek, het zijn al vandaag weer een nieuwe video en vandaag gaan we iets leuks doen. Vandaag natuurlijk een Minetopia, ja, en we gaan eens even kijken wat we allemaal kunnen gaan doen. Zoals jullie trouwens hier kunnen zien, er komt een nieuwe update aan en hier zijn ze iets van een hele mooie rivier aan het neerleggen. Waar dadelijk waarschijnlijk ook schepen, waarschijnlijk wordt het een beetje een haventje-achtig idee. En hier zo zit onze shop, waar ik werk, slash werkte, want ik zit te denken om ontslag te nemen. En waarom ik er eigenlijk aan zit te denken om ontslag te nemen, dat is als volgt. Hoi. Dat is hier zo, die de dingen, die zijn weg. De portal is weg. Dus wat heb je nu? Als jij hier naartoe wilt, moet je helemaal hier naartoe lopen. En dat duurt best wel lang. Dus vandaar dat wij eigenlijk op dit moment geen monies kunnen maken. Ik heb trouwens, wat heb ik geld van iemand gekregen? Grappig. Ik zie nu in één keer dat ik 250 of zo heb gekregen. Of, ik dacht dat het 250 waard was. Heel erg bedankt ervoor, meneer Kab. Kebab, ja. Ja. Kan ik u helpen misschien? Ben heel benieuwd. Heeft u werk voor me? Nee, sorry. Hier, krijg je een aardappel. Zo, nou, die is ook weer stil. Even kijken. Want allemaal die vragen. Heeft u werk voor me? Heeft u eten voor me? Ja, ik heb wel een aardappeltje. Of een cookie. Of een eerlijke sappelijke meloen. Dit hebben ze namelijk veranderd. Kijk, hier zo is een pleintje. En hier dit gebouw wordt ook helemaal veranderd, zo te zien. Het is helemaal gesloopt en helemaal opgebouwd. En dan heb je hier zo de metrostation. Als je helemaal naar onder gaat, dan kom je daar op een gegeven moment vanzelf. En dan ben ik heel benieuwd. Kijk, hier zo heb ik zone 2 en zone 3 portals en Minetopia en Cosmopolitan. Hier zo is Cosmopolitan en hier zo staat Minetopia. Zone 1 portals zijn die. Huh? Zone 2 en 3. Maar... dit is kost... wat? Nee, dit is... nee, dit kan helemaal niet. Wat? Notebook die denkt dat ik hem niet heb gezien, hè? En dit is zone 1. Wat? Waar is zone... oh, wacht. Wacht even. Zone 1. Oh ja, lol. Ik zat even weer verkeerd om te rekenen. Ik dacht van dat 1 het beste was. Maar hier staat dan Gradle en Kutwexia. Ik vind het trouwens wel een nice update. Hier is zo'n lekkage. Waarschijnlijk heeft er iemand gekloopt met de leiding of zo. I don't know wat ze hebben gedaan. Maar in ieder geval, daar is een lekkage. Dus daar mogen we helaas niet doorheen. Hier zo staat notebook. Notebook. Ga eens dansen. Notebook, ga eens dansen. Kom. Oké, ik moet hem volgen. Wat moet ik met u? Ik ben benieuwd. We gaan notebook volgen. Gaat u me naar een baantje leiden? Of waar gaat u mij naartoe leiden? Ik ben heel benieuwd. Hij gaat hier boven durpen. What the fuck? Zie je hoe hoog die springt, hè? Volgens mij heeft hij vitamine te letten of zo. Dat is niet normaal hoe hoog hij kan springen. I don't know. Maar ja. Maar in ieder geval, wat zijn mijn plannen op dit moment? Want laten we het daar ook eens even over hebben, zoals in elke video. Nou, onze plannen zijn als volgt. Wij willen heel erg graag daar bij ons plot een gebouw laten neerzetten. Maar wat een beetje opvallend is, er waren een aantal gebouwen zijn erbij gekomen. Die gebouwen... oh, wacht, ik moet heel eventjes vragen of er nog gebouwen vrij zijn. Plots verkrijgen we zijn dadelijk voor de beach update. Of we die nu al kunnen bestellen. Hoewel, dat gebied is er nu nog niet. Even kijken hoor. Ja, wat is wijsheid? Dat is een hele goede vraag. Wat is wijsheid? Ja. Moet ik trouwens nog iets weten? Want er is nu iemand, een medewerker aanwezig. Of ik nog ergens een verzekering voor nodig heb. Want ik mag volgens mij twee dingen hebben. Ja. Oh ja, dat moest ik even vragen. Een goede middag. Een goede middag is het eigenlijk. Maar ja, dat maakt niks uit. Ik heb een vraag.
ik heb een vraagje. Heeft u een vergunning nodig om bier te verkopen? Heeft u een vergunning nodig om bier te verkopen? Want ik kreeg namelijk een tip: als jij nu een restaurantje begint waar je ook bier kunt verkopen, dan, dan moet je dus een vergunning gaan aanvragen. Ja. En hoe kan. Hoe en waar kan ik die aanvragen? Oké, we gaan weer vergunningen aanvragen, hoor, jongens. Hopelijk wordt het een vergunning die gewoon heel makkelijk en goed doorgaat. Oké. Dan weet ik voldoende. Nog een hele, of heel erg bedankt. En nog een fijne dag verder. Ik kan af en toe helemaal niet snel typen. Maar ja, maar er maakt niks uit. Dan weten we dus dat we even een biervergunning moeten aanvragen. Maar dat komt helemaal goed. Even kijken. Dan moeten we dat dus binnenkort eventjes gaan doen. Ja. Wie heeft me trouwens net geld gegeven? I don't know. Oh, ik zie trouwens alweer dat we 7.500 op mijn bank hebben. Dus dat is wel weer een lekker bedrag. Groot bedrag pinnen mag. Ah nee, ik zeg altijd klein bedrag pinnen mag. Dan gaan we nog iemand heel... Ah nee, joh, ik wou eigenlijk iemand zo meteen gaan inviteren. Dat kunnen we trouwens wel één keer doen. We kunnen wel één keer een soort van trollvideo gaan maken op Mindtopia. Lijkt het jullie leuk of lijkt het niet leuk? Dan ga ik mensen trollen en irriteren met iets heel leuks. Daar heb ik hele leuke ideeën voor. Wat, dat ga ik lekker nog niet zeggen. Maar dat komt helemaal goed. Sowieso moet ik even kijken of hier een winkel open is. Deze winkel, is die open of niet? Ja, hij werkt hier niet, denk ik. Of werkt hij wel? I don't know. Nee, zo te zien is hij gesloten. Oh. Hoi. Werkt u... Werkt u hier? Ik weet niet of hij hier werkt. Want daar staat hij wel zo stil zo van. Ik denk het dat hij hier niet werkt. Maar dat weet ik niet zeker. Nee, helaas niet. Ik zit echt te wachten tot mijn soli. Oké. Oké, dan. Ja, neem ik weer verder. Zo, even kijken. Ja. Daar hebben we dus ook niks aan. Ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Oh, wacht. Ik weet een hele goeie. Ik ga jullie heel eventjes mijn plot tot nu toe laten zien. Al staat er nog niks opgebouwd, maar er is zoveel aan de hand rondom mijn plot heen. Die brief die ik trouwens gisteren heb gekregen over van de eigenaar van de McDonald's die achter ons ligt. Daar heb ik nog met hem over gepraat. En ik heb al gezegd, je hoeft niet bang te zijn dat wij u gaan plat concurreren, want dat is niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is gewoon om werk te hebben, leuk bij te verdienen. En waarom zou je daarvoor elkaar moeten plat concurreren? Dat is helemaal niet nodig. Ik zei al, maak je geen zorgen, joh. Degenen die in mijn winkels komen, die komen ook vast en zeker als wij er niet zijn in jullie winkel. Maar alleen, wij zullen wel heel veel online zijn. We zullen echt proberen om een redelijk volle en drukke bezetting te hebben. Alleen, dit is hier op dit moment aan de hand. Ik vind het echt zo'n lelijke locatie op dit moment eigenlijk om een huis te gaan bouwen. Kijk, dit staat hier. En dit vind ik echt zo'n heel lelijk gebouw, zo dat ik het zeg. Ik vind hem niet mooi. En daar staat een gebouw. En daar staat een gebouw. Echt allemaal andere stijl gebouwen. En daar komt ons gebouw tussen. Ik weet niet of ik daar vrolijk op moet zijn. Maar in ieder geval. Wij kunnen hier dus, of wij moeten hier dan nog gaan bouwen. Maar wat wij hier daar gaan neer laten zetten, dat is nog de vraag. Ik zat eigenlijk te denken om een flink bedrag anders bij elkaar te halen. En dan te zeggen van, poef, dan maken we van een flink bedrag maken een vet gebouw. Maar of dat ook iets gaat worden, I don't know. In ieder geval, we hebben geen post gekregen, dat zie ik wel al. Maar we kunnen natuurlijk ook zo'n soort gebouw laten maken. Maar ik zit zo te twijfelen nu, hè. Wat denken jullie wat ik moet doen? Moet ik hier weg? Moet ik ergens anders een plot gaan huren? Want dit wordt hem niet misschien. Denken jullie van, doe wat je zegt. Plaats er het opvallendste gebouw ter wereld neer. En zet dat hier zo neer. Klein maar fijn. Maar dan echt lekker, weet ik veel wat voor raar gebouw.
ja, het is echt een hele lastige keuze. En sowieso snap ik hier een winkeltje met kleren niet helemaal. Maar wie weet. Want de beach update die komt helemaal aan de andere kant. Oh nee, die ligt ja, helemaal daar verder weg. Dus ik zou echt niet weten wat hier dadelijk allemaal gaande gaat zijn. Maar ik vind ook een hele lastige keuze. Hier zo ligt ook in één keer een... Hier ligt een bar. Ja, dus dat idee van een bar van jullie, dat kan ook al niet meer doorgaan. Want ze gaan toch daar naartoe. Ja, op dat gebied, dit is al wat ik zeg. Je bent met zoveel dingen hier bezig dat ik het af en toe even niet meer kan volgen. En sowieso, er wordt echt zoveel verbouwd hier op... in Rolandia, dat ik eventjes de tijd moet hebben en even jullie advies moet hebben van wat ga ik doen. Sowieso zoek ik opnieuw werk. Heeft iemand van jullie nog een baantje voor mij? Laat even weten in een reactie onder deze video. Laat sowieso even weten in welke stad jullie zitten en op welk plotnummer of waar het ongeveer ligt. Dan kan ik daarom gaan zoeken of gaan kijken waar die ligt. En dan hoop ik eigenlijk dat ik binnenkort een iets betere baan heb dan dit. En ik wil zeker niet klagen over dit bedrijf, maar ze hebben gewoon pech gehad dat er in één keer hier een beach update gaat komen. Waardoor eigenlijk hier in één keer de portals zijn afgesloten, daar naartoe zijn gegaan. Waardoor hier bijna niemand meer langskomt. Hier staan trouwens wel heel veel mensen op dit moment. Die staan allemaal hier te kijken zo van, wat zou er gebeuren op het moment dat ik nu naar binnen ga? Zouden er wel mensen iets komen kopen? Heel misschien, maar ik ben het, nee, denk het niet, maar we gaan het zo zien. Hallo, komt er iemand? Nee, ze vinden het data interessant volgens mij. Dus helaas, dit gaat hem niet worden. Dus we moeten echt gaan zoeken van wat gaat het wel worden. En dit is al wat ik zeg, hier is heel veel aan de hand. En er gebeurt heel veel, maar het is niet getreurd. Wij gaan sowieso iets vets vinden waar wij uiteindelijk dadelijk een mooi plekje hebben. Om ergens een restaurantje, weet ik veel, een cafeetje, een winkel, I don't know wat we gaan bouwen. Maar in ieder geval, er gaat iets vets komen. Dat is natuurlijk de bedoeling. En hoe of wat, dat gaan we zelf zien. En ja, het gaat in ieder geval veel moeite kosten. En veel tijd en geduld om het te gaan fixen. Dat is één ding wat ik zeker weet. Nou, hier ben ik heel benieuwd. Misschien kunnen we hier ooit nog iets inhuren. Want dit gaat ook helemaal dicht. Maar, oh, hier zit trouwens ook in één keer een winkel in. Oh, nice. En wat zit hier dan in? Oh ja, hier zitten ook allemaal winkels in. Hier zal vast zeker nog een verdieping opkomen. I don't know. Maar please, ik hoop echt dat ik binnenkort werk heb. Want we hebben het hard nodig. Ik ga sowieso in de tussentijd ook nog zoeken naar werk. Maar heeft iemand van jullie nog een baantje voor mij? Wat een beetje leuk betaald dan. Ik zou zeggen, laat het even weten. En wie weet kom ik binnenkort wel gezellig bij jou werken in de winkel. Of weet ik veel wat voor bedrijf je hebt. Voor nu zou ik zeggen, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk check ik jullie weer snel bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.